Opnieuw worden hier door een aantal partijen de pijlen eenzijdig op Israël gericht. Terwijl nog lang niet duidelijk is hoe de plannen van de nieuwe Israëlische regering eruit zien. Bovendien is de situatie veel complexer dan nu door een aantal collega's wordt voorgesteld. Laten we niet vergeten, het gaat om gebieden die in de tijd deel uitmaakten van het mandaatgebied Palestina, bedoeld voor de stichting van een Nationaal Joods Tehuis, die vervolgens jarenlang werden bezet door Jordanië en in 1967 in een defensieve oorlog onder Israëlisch militair toezicht zijn gekomen. En tot op de dag van vandaag zijn ze dat nog steeds. Alleen al daarom zijn grote woorden over annexatie en over schending van internationaal recht uiterst discutabel. Iedere keer opnieuw maakt de EU de fout eenzijdig partij te kiezen, ook nu weer. Als we werkelijk een rol willen spelen in de oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict, moeten we deze eenzijdigheid laten varen en wel zo snel mogelijk. Dit conflict vraagt om bemiddelaars, niet om bedweters aan de zijlijn. Dank u wel, voorzitter.